De teamleider draagt zorg voor innovatie, stuurt het primaire proces aan, geeft leiding aan het team, geeft les en draagt medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de sector. De teamleider geeft leiding aan het team en coördineert de werkzaamheden binnen het team, vertaalt het operationele beleid naar de dagelijkse uitvoering, adviseert de directie en participeert in de meningsvorming. Stelt een jaarbegroting afgeleid van het schooljaar. Afgeleid van het schooljaar. Levert een bijdrage aan het schooljaar. Levert een bijdrage aan het schooljaar. Levert een bijdrage aan het formatie. Uit naar betrekking tot het volgende. Dit is reggae. Bij ska zou dat dit zijn. Want hij hoort gewoon erop te letten dat jullie op tijd komen. Als hij dus dat merkt dat jullie niet op tijd komen, dan moet je een briefje gaan halen. Dat is de afspraak. Ja. Ik was van de wacht die binnen was voor een project te maken. Ja. Hoe heb je zelf ook nog gereageerd daarop of niet? Ja, op de van Brands. Ja, op het afpakken. Ja, dat ik het ontdraag van toen ik het uitleg, maar even om het in te schrijven. Ja. David, jij was nog een uurtje afwezig. Meen ik, kom eens even. Ja, heb je eventjes? Je staat ergens op een lijstje. Zeg maar als het snel kan. Hi Marjan, met Marlies van de Boren. Stel maar eens. Ik wilde even informeren hoe het met je was. Hallo meid, jij voelt je niet lekker? Nee, hè? Ja. Voel je ziek? Ja. Niet hoofdpijn, maar eigenlijk kooi. Ga even zitten, anders val je me zo meteen ook nog om. Dat is niet de bedoeling, hè? Als je beter bent, het briefje meebrengen weer van je ouders, ja? Beterschap, hè, jong? Hoi. Verder dit jaar, hebben jullie nog meer dingen? We zijn dus... Oh ja, de portalen. Zoals jullie weten is morgen de eerste keer de vergadering. Aansluiting, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs. Het zou best kunnen, maar dat staat natuurlijk los van die studiedag. Ik nog heel even terug over die instroom hè, vanuit Valkenburg. Ja, misschien kunnen we daar maandag toch eens goed naar kijken. Maar scheikunde is wel een van die drie vakken waar ze onvoldoende voor staan. Je hoeft je geen zorgen te maken, maar ik wil wel eens even met jou rustig even praten. Wat wil ik nou eigenlijk tegen je zeggen? Dat ik niet zijn les moest gaan verschoren. Dat is het enige. Kijk, ik heb er niks op tegen dat jij dit op deze manier doet, ja. Alleen het moment was niet juist. Wat ging ik nou doen? Om te kijken van, je hebt aangegeven dat je toch vaak gespannen bent, een beetje fel angstig. En om samen te kijken van, ja, wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij je wat lekkerder in je vel gaat voelen. Dus ik ben technisch gezien niet te laat voor de les. Technisch gezien, dat klinkt heel goed Thomas. Ja. Dat heb je mooi bedacht, jongen. Maar waarom was je te laat? Want dit is niet de eerste keer. Hè? Een jonge vent, dat moet toch... Ik heb maandag ook moeten werken tot 11:30. Dus, Nou Thomas, ik wil dat toch een keer met jou over hebben. Wat ging je nou doen? Sometimes, Lord, it's hard not to.